Hoe ziet de aarde eruit? En hoe ziet de omgeving van de aarde? Hoe ziet het hele heelal eruit? Dat zijn vragen waar de mens zich al duizenden jaren mee bezighoudt. En in deze serie van twee weblessen gaan we kijken hoe het beeld van het hele heelal en van de aarde en de positie van de aarde in dat heelal gedurende die duizenden jaren is veranderd. De serie heet Van Aristoteles tot Newton. En we beginnen dadelijk ook met de oude Grieken. En we eindigen bij Newton en we gaan ook zien dat de katholieke kerk daarin een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En daarom dat het eerste plaatje wat je ziet ook een plaatje is van de Sint-Pieter-kathedraal in Rome. Maar we beginnen bij het begin en dat zijn de zogenaamde natuurfilosofen. En de natuurfilosomen wa waren oude Griekse, voornamelijk Griekse filosofen, die eigenlijk als eerste. Probeerden dat wat ze zagen te verklaren niet door middel van goden en mythologische verhalen, maar door middel van rationele uitleggen. Naar eh, eigenlijk zou je kunnen zeggen natuurwetenschappelijke verklaringen. Nou, we gaan dadelijk een aantal voorbeelden zien, en je zult dan meteen eh, zien dat die natuurwetenschappelijke verklaringen niet zo voor de hand liggend zijn, wellicht, en ook totaal niet kloppen met het beeld zoals wij dat nu hebben, maar ze deden wel hun best om. Uh, ...zo'n verklaring te zoeken. En de eerste die we uh, de revue laten passeren is Thales van Milete. En Thales was een natuurfilosoof die stelde dat de wereld niets anders was dan... Uh, ...de wereld was plat sowieso, maar niets anders dan een soort platte schijf... ...die dreef op een onmetelijk groot oppervlak van water. En wat kon Thales met zijn uh, model van de wereld? Nou, hij kon hiermee bijvoorbeeld verklaren dat er zoiets... Als een aardbeving kan ontstaan. Want aardbevingen had je natuurlijk toen ook al. Zeker in Griekenland. En volgens Thales van Mileten was een aardbeving te vergelijken. met het, het schudden van een boot op het water. Anaximander is een andere oude natuurfilosoof. die probeerde met zijn model. te verklaren waarom wij bijvoorbeeld zoiets als de zon en de maan kunnen zien. En Anaximander maakte gebruik van een complex. Systeem um, van ook weer een platte aarde en een grote bol van vuur die de aarde omringt. En tussen de aarde en die bol van vuur um, zitten zit wolken, bij wijze van spreken, die het beeld op die grote wolk van vuur vertroebelen. Maar op sommige plekken zitten er, er gaten in die wolken. En zo'n gat dat ervaren wij dan als bijvoorbeeld de zon of de maan of andere sterren. Anaxagoras. Weer een uh, andere natuurfilosoof ging uh, nog een stapje verder. Anaxagoras zei namelijk, die stelde, dat uh, de zon niets anders is dan een uh, hele grote gloeiende steen. Anaxagoras gaf zelfs een schatting ongeveer zo groot als uh, half Griekenland, zei hij. En uh, doordat die zon gloeide, gaf het ook licht. En Anaxagoras ging verder, want hij zei, nou, maar de maan bijvoorbeeld: uh, de maan moeten we zien als een soort spiegel, die geeft zelf geen licht. Maar die reflecteert het licht van de zon. En Anaxagoras kon zelfs uh, verklaren dat er zoiets als zons- en maansverduisteringen waren. Want uh, we hebben te maken met de zon, de maan en de aarde, zei Anaxagoras. En als er eentje tussen de zon en de ander stond, dan kreeg je oftewel een zonsverduistering of een maansverduistering. En je ziet al dat uh, Anaxagoras uh, al een heel verfijnd. Uh, ...model had, een heel verfijnd wereldbeeld waarmee hij toch verschillende um, fenomenen goed kon verklaren. Pythagoras ging weer een stapje verder. Uh, apart genoeg zei Pythagoras, volgens mij bevinden wij ons op aarde niet in het midden van het, uh, <coughs> van het heelal. Nee, in het midden van het heelal bevindt zich een soort goddelijk vuur. Maar om nou te voorkomen dat wij dat vuur kunnen zien... Uh, is er ook een zogenaamde tegenaarde? En die tegenaarde staat altijd precies tussen ons op aarde en dat goddelijke vuur in, waardoor wij dat goddelijke vuur nooit kunnen zien. En uh, Pythagoras zei uh, ook andere dingen, zoals: uh, de aarde is uh, volgens mij een bol, dus niet vlak, maar echt uh, in de vorm van een bol. En uh, alle andere hemellichamen die we met het blote oog kunnen zien, draaien allemaal rondjes samen met de aarde om dat goddelijke vuur. Uiteindelijk eh, hebben al deze natuurfilosofen geleid tot een wereldbeeld van een, de volgende filosoof. En doordat deze filosoof eh, heel erg beroemd is geworden, is eigenlijk het wereldbeeld wat hij eh, fabriceerde, is heel lang gaan gelden als het goede wereldbeeld, het wereldbeeld eh, waarin heel veel mensen zijn gaan geloven. En eh, de naam van deze filosoof is Aristoteles. En Aristoteles ging eigenlijk verder waar zijn voorgangers, de natuurfilosofen, eindigden. En Aristoteles zei: Er is zoiets als een tweedeling wanneer we kijken naar eh, de aarde en het heelal. Het ondermaanse, dat is de aarde waarop wij leven, en het ondermaanse is eh, tijdelijk en vergankelijk en bestaat uit vier verschillende elementen. Daar heb je misschien wel eens van gehoord, eh, namelijk aarde, water, lucht en vuur. En buiten de aarde bevindt zich het bovenmaanse. Het bovenmaanse is eeuwig en onvergankelijk en bestaat uit een vijfde element, zei Aristoteles. En die noemde hij Quintessens uh, en dat is ook wel ether gaan heten. In een het plaatje ziet dat er dan zo uit: de aarde in het midden met de vier uh, elementen, en daaromheen cirkelen alle zichtbare hemellichamen en de buitenste schaal. Bestaat uit de sterren. Nou, hoe ziet dat uh, Aristotelische wereldbeeld er dan uit? Nou, het, het zijn eigenlijk een aantal stellingen. En de eerste is dat de aarde stilstaat en dat alles beweegt om de aarde heen. De tweede is dat uh, de hemel, dus alles buiten de aarde, onveranderlijk, perfect, onvergankelijk en ontoegankelijk is. En de derde is uh, dat alles uh, wat beweegt, dat moet de wiskundig perfecte beweging eh, maken, namelijk die van een cirkel. En eh, dit wereldbeeld is eh, mooi in zijn eenvoud, maar Aristoteles was eh, niet in staat om een aantal eh, eh, fenomenen die toch ook echt wel zichtbaar waren, goed te kunnen verklaren. Zonsverduisteringen, daar wist dit wereldbeeld niet goed raad mee. En ook de soms vreemde beweging die planeten konden maken. kon Aristoteles met zijn wereldbeeld niet goed verklaren. Maar uh, het was, uh, Aristoteles was een grote naam. Dus uh, niemand wilde dit wereldbeeld uh, de prullenbak in gooien. Uh, en uh, daarom dat er op een gegeven moment ook een uh, andere uh, filosoof was. Uh, Ptolemaeus, Griekse filosoof en astronoom. die zei: Ik ga het wereldbeeld van Aristoteles. ik ga die nog eens. Uh, proberen uh, te verfijnen zodat ik het uh, meer kan laten kloppen met uh, de waarnemingen die ik doe. En uh, hoe, doet hij, hoe doet hij dat? Hoe verfijnt hij dat hemelmodel van Aristoteles nu? Nou, daar gaan we dadelijk kijken. Maar met dat nieuwe model kon hij die onregelmatige bewegingen van de planeten wel aardig verklaren. En uh, die uh, beweging uh, die noemen we retrograde beweging. En we gaan eerst eens even kijken: ja, wat is dat dan? Wat wil zo'n retrograde beweging zeggen? En dan kijken we even naar dit plaatje. Wat je hier eigenlijk ziet, is um, een stukje van de hemel op een bepaald tijdstip uh, in het jaar. En uh, we zien daar uh, een, een heldere stip die een aantal keren is genummerd. En die heldere stip, dat is de planeet Mars. En wat is hier eigenlijk gebeurd? Van hetzelfde stukje. Um, uh, hemel is uh, 14 keer een foto gemaakt op 14 verschillende momenten. En dan zie je dat uh, alle de stipjes uh, niet bewegen op eentje na. En dat is Mars, de planeet Mars, die natuurlijk ten opzichte van ons aarde beweegt. Maar um, wanneer je nu uh, die beweging volgt in de loop van de tijd, links op de foto zijn de puntjes genummerd en rechts is daar een tekening van gemaakt, dan zie je dat uh, Mars niet een mooie cirkelbeweging maakt, maar op een gegeven moment een lusje terug maakt. Hij beweegt eerst van, links naar rechts, uh, sorry, van rechts naar links, dan vanaf punt 5 stopt hij eigenlijk met bewegen en begint hij terug te bewegen en vanaf, vanaf foto 9 gaat hij weer bewegen in de oorspronkelijke richting. Dit heet een retrograde beweging en dat kun je natuurlijk niet verklaren met een model waarin Mars een cirkelbeweging maakt rondom de aarde. Maar Ptolemeus was een slimme man en hij kwam met een oplossing die ook een hele mooie, mathematische oplossing was, want uh, had Aristoteles niet gezegd dat alles beweegt in cirkels, uh, maar uh, wat nu als de beweging van bijvoorbeeld Mars bestaat uit twee cirkelvormige bewegingen in één? Dus uh, Mars beweegt over de grote cirkel in een cirkel bewegen rondom de aarde, maar Mars beweegt ook tegelijkertijd in een wat kleinere cirkelbeweging rondom eigenlijk dat, dat middelpunt Q. En dan krijg je dus een cirkel in een cirkel, wat uh, wiskundig dan een epicyclus heet. Nou, wat kon uh, Ptolemaeus daarmee verklaren? Dat kun je uh, mooi zien in uh, het filmpje uh, rechtsonder. Daar zie je dus uh, Mars bewegen in de epicyclus. En vanuit de aarde gezien gaat Mars dan op een gegeven moment eventjes in een andere richting bewegen ten opzichte van de sterren op de achtergrond. Een um, heel mooi systeem waarmee Ptolemeus het model van uh, Aristoteles kon uitbreiden uh, tot, um, tot een model uh, dat, dat meer leek op de waarnemingen die gedaan werden. Uiteindelijk was het model van Aristoteles... Zo'n sterk model dat het wereldbeeld van Aristoteles is overgenomen. Ook door uh, het christendom, dat natuurlijk opkwam. Uh, na de dood van Aristoteles. En uh, het is eigenlijk ook een van de dogma's geworden van het christendom. En de belangrijkste conclusie van dat wereldbeeld van de Aristoteles. is dat de aarde in het midden staat van de wereld. in het midden staat van het hele heelal. Uh, het Griekse woord van, voor aarde is geos. En daarom dat dat model ook het geocentrisch wereldbeeld is gaan heten.